In deze tutorial ga ik een eenvoudig kunststof bakje modelleren, bijvoorbeeld de behuizing van een afstandsbediening. Het bovenhuis en het onderhuis worden op elkaar aangesloten met behulp van een lip groove deellijn. Als ik het bakje openzet, dan is hier te zien dat het bovenhuis is voorzien van een lip die in een uitsparing in het onderhuis valt. Als ik dat dan in doorsnede bekijk, dan is hier te zien dat bovenhuis dus die lip heeft die in die uitsparing valt. En nu wordt het onderhuis, krijgt een wanddikte van 2 mm. En dat betekent in dit geval dat het bovenhuis een iets grotere wanddikte gaat krijgen. En dat heeft ermee te maken dat die lip die naar beneden uitsteekt, die moet precies op hetzelfde punt samenkomen als waar het onderhuis eindigt. Ik begin in SolidWorks met een nieuw part. En dan ga ik in het topplane een nieuwe schets openen. En dan ga ik de bovencontour van het bakje tekenen. En dat doe ik met een center rectangle vanuit de origin. En die bemaat ik dan gelijk. Het bakje wordt 210 mm lang. 210. Bij 52 mm breed. En dan ga ik rechtstreeks naar de features en dan maak ik daar een extruded boss van. Ik wil eerst het onderbakje maken, dus ik wil ook dat hij naar beneden toe extrudeert. En dan ga ik hem een hoogte geven van 13 mm. Ik ga ook meteen een draft angle geven, dus de lossing in de matrijs, in de kunststofmatrijs. En als ik die wat groter maak, dan zie ik dat die naar binnen gericht is. Dat is in dit geval ook goed. Nou, ik ga hem weer terugbrengen naar 2 graden. En dan druk ik op OK. En dan kan ik nu meteen de fillets gaan aangeven. De buitenkant ga ik een fillet geven van 3 mm. En die zet ik op het ondervlak. En de 4 zijribben. Nou, accepteer ik die ook. En dan kan ik het bakje gaan uitrollen met een shell functie. En ik geef hem een wanddikte van 2 mm. Dus nu is het onderbakje al redelijk ver klaar. Nu begin ik met het bovenhuis en dan ga ik eerst een hulpplane aanmaken op een 0,5 mm afstand van de topplane. Hij staat nu op een millimeter, maar dan maak ik er dus een 0,5 mm van. Want het bovenhuis komt op een afstand van 0,5 mm ten opzichte van het onderhuis te liggen. Nou, die plane die hide ik, maar ik open er wel een schets op. En dan neem ik de contour uit de eerste schets, die neem ik over door de hele contour, de hele schets te selecteren. En dan met deze functie, dat is Convert Entity, neem ik die hele schets over in de actieve schets. En dan kan ik ook meteen weer een extruded boss daarvan gaan maken. In dit geval wel naar boven. En het bovenhuis wordt 8 mm hoog. En ook daar geef ik weer een draft angle aan. Nou, hij staat ook weer naar binnen gericht. Dus ook weer goed. En die draft angle die wordt ook 2 graden. Goed. Dan ga ik het bovenhuis ga ik niet uithollen met de shell functie. Maar dat ga ik later met surfaces doen. En dan is het handig om nu al de dikte van de behuizing aan te geven. Dus ik selecteer het bovenvlak. En dan ga ik bij de surface functies ga ik een surface offset surface aanmaken. En hij staat nu omhoog gericht, maar die moet dus naar de binnenkant toe. En die geef ik een
afstand van 2 mm, omdat de behuizing 2 mm dik wordt. En dan richt ik hem dus naar binnen toe en dan zie je hier dat hij ergens in het part verschijnt. En dan accepteer ik hem. En in de tree zijn boven dus de surface bodies te zien. Nou, dat is dus nu alleen nog maar het surface offset. En bij de solid bodies is die eerste shell van het onderhuis te zien en de solid van het bovenhuis. Goed, nou kan ik het bovenbakje ook een fillet gaan geven. Ik selecteer ook weer het bovenoppervlakte en de vier ribben. Nu begin ik met het construeren van de lip aan het bovenhuis. En dan ga ik in de tree eerst het onderhuis hiden. En dan geef ik die plane die ik net heb aangemaakt, die geef ik eerst een herkenbare naam. Namelijk plane top plus 0,5. En dan ga ik een nieuw plane aanmaken, ook ten opzichte van de top plane. Reference geometry plane. En die komt op een afstand van 1 te liggen, maar dit keer naar de onderkant. Dat wordt het ondervlak van de lip, van de lip groove. En die krijgt ook weer een herkenbare naam, plane top min 1. En ook die hide ik. En nu begin ik op die eerste plane, plane top plus een half, begin ik een schets. En dan selecteer ik dat hele ondervlak. En die neem ik over in de actieve schets met Convert Entity. Dus hier zie je die hele contourlijn in de schets verschijnen. Dan selecteer ik die hele contourlijn en dan maak ik een constructielijn van. En ik houd hem geselecteerd. En dan met de functie Offset geef ik hem een offset van 1 mm, maar wel naar binnen toe. En dan extrudeer ik hem naar beneden toe. Maar dan kies ik in plaats van blind, kies ik up to surface. En dan kan ik in de tree, kan ik dat tweede plane selecteren. En in dit geval wil ik ook weer een draft angle hebben. Dan ga ik wel een beetje inzoomen om te kijken van welke richting die oploopt. Nou, hij loopt inderdaad mooi naar binnen toe. En die krijgt ook een draft angle van 2 graden. Dus dan kan ik hem accepteren. Goed, nu heeft hij die lip naar beneden toe, heeft hij als een solid vorm opgezet. En dan wil ik straks dat die lip eigenlijk wordt uitgesneden in het onderbakje. Alleen er moet wel een hele kleine tussenruimte tussen komen. Dus wat ik nu ga doen is het selecteren van die zijvlakken. En dan ga ik zo meteen een surface modelleren wat op een 10e millimeter afstand daarvan ligt. Dus ik selecteer die hele zijkant. En dan kies ik bij surface features weer offset surface. Nou, hij staat nog op 1 mm, maar dat is dus, of op 2 mm, maar dat is veel te veel. Dus ik kies 0,1. En dan heeft hij, als ik in de onderaanzicht kijk, dan heeft hij dus een surface offset aangemaakt wat precies op een 10e millimeter van die zijrand ligt. Dus die is hier ook bij de surface bodies verschenen. Nu ga ik dat surface gebruiken om een surface bakje te maken waarmee ik die vorm uit het onderhuis ga snijden. Dan kan ik het handigst even die solid vorm hiden. En nu begin ik een nieuwe schets op het top min 1 plane.
Dus de onderkant van die lip. En dan neem ik de, ook weer die eerste schets uit de tree neem ik over door middel van Convert Entity. En als ik dan naar de Surface Features ga, maak ik daar een planar surface van. Dan heb ik dus hieronder twee surfaces, maar ik wil dat die mooi op elkaar aansluiten. Dus als ik die twee surfaces in de tree selecteer en dan met de functie Trim Surface kan ik zelf aangeven, kijk, hij staat, je hebt er twee opties, Keep Selections of Remove Selections. Nou, het maakt in principe niet uit welke je kiest, maar als ik Remove Selections kies, dan wil ik hier de buitenkant weggooien. Nou, dan zijn er nog steeds twee surfaces, dus die buitenkant en de onderkant. En die twee die wil ik combineren tot één surface en dat kan met de functie knit surface. Dus nu heb ik er één surface van gemaakt. En als ik nu de onderbuizing weer even aanzet, dan zie ik dat dat surface dat snijdt daar doorheen en dat snijdt eigenlijk precies die rand af die ik er vanaf wil snijden voor de lip groove. Nou, als ik dan het surface selecteer en dan de functie Cut with Surface kies, dan staat hij op Auto Select, dat wil ik niet. Dus ik wil zelf kunnen kiezen welke bodies uitgesneden moeten worden. En dat is alleen het onderhuis. Nou, als ik dan vervolgens dat surface weer even hide, dan is hier goed te zien dat hij die vorm uit het bakje heeft gesneden. Dus daarmee is het onderbehuizing die is in principe klaar. Nu ga ik de bovenbehuizing ga ik uitrollen. En dat doe ik niet met de shell functie. Het handigste is om nu dat eerste surface offset ook even te hiden. Als ik dan in het bovenaanzicht kijk. Dus ik kijk nu in het onderbakje. Dan wil ik die binnenste contour van de lip groove die wil ik gaan overnemen. En die wil ik overnemen in een schets in dat plane top min 1. Dus ik begin een nieuwe schets. En dan ga ik die verschillende schetslijnen selecteren. Als ik ze allemaal geselecteerd heb, neem ik ze weer over in de schets met de functie Convert Entity. En dan ga ik die extruderen, maar dat doe ik niet met een solid extrude, maar dat doe ik met een surface extrude. Naar boven toe. Nou, in dit geval maak ik hem wat langer dan dat het bovenbakje hoog is. Dus ik ga hem 10 mm omhoog extruderen. En ik geef daar ook weer een draft angle aan. En ook weer naar binnen toe. Zodat hij parallel loopt met de buitenwand van die bovenbuizing. Dus nu heeft hij een surface geëxtrudeerd. In plaats van een solid form. Nu kan ik de onderbuizing uitzetten. En dan zet ik dat eerste surface offset, die zet ik weer aan. En dan is goed te zien dat die twee vlakken door elkaar heen snijden. En die ga ik ook weer op elkaar laten aansluiten door ze beide te selecteren. En dan met de trim surface functie ook weer op remove selections. Gooi ik de buitenkant van beide surfaces gooi ik weg. Nou, en in dit geval heeft hij er wel één surface van gemaakt. Dus soms dan laat hij beide surfaces nog bestaan en dan moet je ze aan elkaar knitten met de surface knit functie. Maar in dit geval heeft hij daar dus één surface van gemaakt. En nu kan ik daar een fillet aan geven. Dus de fillet functie die werkt ook bij surfaces.
En dan wil ik een fillet eraan geven van 1 mm. Want op de buitenkant, die dus 2 mm met die 2 mm wanddikte, op die buitenkant komt een fillet van 3 mm. Dus dan moet die aan de binnenkant mooi meelopen met een fillet van 1 mm. Goed, wat ik nou gedaan heb, is het creëren van een servicebakje waarmee ik dus de bovenbuizing weer kan gaan afsnijden. Dus als ik die nu even op show zet, en dan zou ik in principe die fillet moeten kunnen, die surface fillet moeten kunnen selecteren en dan weer met de functie cut with surface en dan selecteer ik het bovenhuis en dan is te zien dat het bovenbakje is uitgehold. En dan kan ik die surface die kan ik weer op height zetten. En dan zet ik het onderbakje ook aan. Als ik dan in doorsnede view ga kijken, dan is te zien dat het hele bakje nu in principe klaar is. Het hele plastic bakje heb ik nou gemaakt in één part. En daar ga ik nu losse parts van maken. Dat kan ik doen door in de tree bijvoorbeeld het onderhuis te selecteren en dan met de rechtermuisknop insert into new part. Als ik hem dan accepteer, dan vraagt hij wat de naam moet worden en dan geef ik hem, even kijken, ik ga hem wel selecteren in de juiste map. En dan noem ik hem onderhuis. Als ik dan weer naar het paard terug ga. Ik zie trouwens dat ik dat paard ook nog niet gesaved heb. Dus dat ga ik nu ook maar eens doen. File. Save. En die noem ik remote. En dan ga ik ook die tweede body ga ik insert into new part kiezen. En die noem ik bovenhuis. Kijk, en hier is te zien dat dus dat paard waar ik alles in geconstrueerd heb, die is als een stokpaard gebruikt in het nieuwe paard. Waarbij dus alleen die bovenbody is gesaved in dit paard. Nu kies ik een nieuwe assembly. En daarin ga ik het bovenhuis en het onderhuis ga ik daarin plaatsen. Laat ik in eerste instantie alleen het onderhuis er even in plaatsen. En als ik dan meteen op de groene OK knop druk, dan plaatst hij hem precies gefixeerd op de origin. En nu ga ik insert component existing part en dan ga ik ook het bovenhuis plaatsen. Nou, die plaats ik gewoon even los, dus die is nog te bewegen. En die ga ik dan meten ten opzichte van het onderhuis door de front planes coincident te maken. En dan ook de top planes en de right planes. En dan heb ik dus een assembly aangemaakt waarin het bovenhuis en het onderhuis afzonderlijke parts zijn geworden. Dus dat is normaal ook de manier waarop je de parts uiteindelijk aanlevert aan de toeleveranciers. Nu kan ik in die mates kijken en dan zou ik bijvoorbeeld de mate van de toplane die kan ik suppressen. En dan kan ik in plaats daarvan een nieuwe mate zetten tussen de twee toplanes. Maar in plaats van een coincident te kiezen, kies ik in dit geval voor een afstand. En dan zou ik bijvoorbeeld een afstand van 2 mm kunnen kiezen, maar dan wel naar boven toe.
En dan is te zien dat die twee behuizingsdelen nu losstaan van elkaar. Maar ook die maat, die meet, die kan ik dus weer suppressen. En dan kan ik toch die eerste weer unsuppressen. En dan positioneert hij me gewoon weer op de normale default positie. En nu is het bakje in principe helemaal klaar.